Ja, we hebben nu een informatieavond in Sappemeer. En de stichting De Watervloot uit Hoge Zand Sappemeer organiseert één keer per 4-5 jaar een grote locatietheatervoorstelling. Wij zijn gevraagd om die te regisseren, hebben we al eerder gedaan. En we zoeken vanavond medewerkers, deelnemers die aan de voorstelling mee willen doen. En de voorstelling speelt zich af in de katholieke kerk van Sappemeer. En we zoeken dansers en acteurs en bewegers en muzikanten en heel veel andere mensen. Ja, de titel van de voorstelling is dan Norstal. Ja, waar komt die naam vandaan? Ja, het is eigenlijk, Nors komt ook van Noors. Het gaat over de scheepsstaking in 1972. Een Noorse rederij heeft een schip besteld in Hoge Zand Sappemeer bij een werf. En de torenspits is van de toren gewaaid en die torenspits moet weer in staal opgebouwd worden. Dus dat Norstal is eigenlijk het schip, maar het is ook de nieuwe torenspits. Wat willen jullie dan bij de inwoners van Hoge Zand Sappemeer leren met die voorstelling? Nou, in principe dat een gemeenschap heel sterk kan zijn. Want die toren is er toen afgewaaid en de hele gemeenschap heeft toen geld ingezameld om die toren weer daar neer te zetten. Maar ook dat die scheepsverstaking, dat de Hoge Zanders altijd... dicht bezet in de vakbonden waren, zeg maar. En dat ze eigenlijk landelijk ook wel een voortrekkersrol daarin hadden in die staking. En dat ze gewoon opkwamen voor hun rechten. En dat is ook een mooi detail in die voorstelling. Ja, vanavond was dan specifiek om mensen te werven. Waar moeten mensen aan voldoen om bij jullie mee te mogen doen? Ja, in principe zeggen we iedereen die zich aanmeldt kan meedoen. Maar dat hangt natuurlijk wel vanaf op welke plek dan uiteindelijk. Dus we gaan ook wel audities houden over in verband met spel en met zang en dergelijke en beweging. Dus we zoeken op verschillende punten mensen. En we proberen ze zo goed mogelijk op een plek te krijgen. Ja. Ja, dat wordt dan vanavond gedaan door middel van een presentatie of een voorlichting. Hoe ziet die avond er een beetje uit? Ja, we laten even zien hoe Buurg eigenlijk werkt, hoe we dat vaak doen met andere projecten. En we vertellen ook iets van eerdere voorgaande projecten met Stichting De Watervloot. En we gaan iets, of eigenlijk heel veel over het nieuwe project uitleggen, van hoe zien we het voor ons. En om ook beeldend en qua gevoel bij de mensen te krijgen, dat mensen ook enthousiast worden vanavond. Ja. Het doel was dan om te starten in 2024. Hoe ziet die planning er een beetje uit? Ja, de planning is vrij kort, want het is nu al november en het script is min of meer klaar. In januari beginnen we met repeteren en net na de Pasen, begin april, is de voorstelling al. Dus dat is een vrij korte spanningsboog. Ja. Ja, er is gekozen voor de kerk van Sappemeer. Waarom die keuze? Nou, omdat dat de kerk is waar de toren afgewaaid is 50 jaar geleden. Dus ja, we vonden het heel uniek eigenlijk om in die kerk die voorstelling te gaan maken. Ja. Stel, mensen hebben interesse. Hoe kunnen ze dan nog met jullie in contact komen? Ja, ze kunnen zich melden via Stichting De Watervloot of via info@buog.nl, BUOG.nl, om zich aan te melden. Ja. Nou, super. Okay. Wil ik u vriendelijk bedanken. Ja, helemaal goed hoor. Dankjewel. Ja, ook dank.